Mirjam Bikker is de eerste vrouwelijke partijleider van de ChristenUnie. Ze is baanbrekend in haar carrière en conservatief in haar standpunten. In Den Haag wil ze dat geluid ook laten horen. Maar volgens partijleden heeft de ChristenUnie te vaak principes laten varen. En zich laten leiden door de economie in plaats van door de schepping. Als coalitiepartner worstelt de ChristenUnie tussen de macht en de eigen idealen. De partij pleitte bijvoorbeeld voor een boycott van het WK. Maar als coalitiepartner stuurde ze een regeringsdelegatie naar Qatar. Ook in een kabinet gaat niet alles naar je zin. In aanloop naar de verkiezingen interviewen we de lijsttrekkers. Dit keer Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Laten we over Qatar beginnen. Wat vindt u nou ten principale? Had Nederland nou wel of niet naar dat WK mogen gaan? Ik vind van niet. En als dan blijkt dat uw eigen minister, Carola Schouten, vanaf de achterbank van de dienstwagen. Het is door trouw uh, onthuld. Zegt, nou, mevrouw Helder, gaat toch maar wel. Hoe kijkt u daar dan op terug? Dat kan dan toch niet? Nou, voor mij is heel helder, en dat, uh, dat, dat, dat is ook het standpunt van de ChristenUnie. Je zag net de naam van Jewel voor de winter onderstaan. We hebben al heel vroeg gezegd: je moet niet. Uh, waarom zou je gaan voetballen in een land waar je weet dat de bouw van de stadions eigenlijk uh, is over de rug van zoveel mensen die daar in moderne slavernij leven? Uh, is trouwens niet anders nu in Saoedi-Arabië. Nou, moet dat was ook ik ook wel benieuwd naar. Nou, ja. nou ja. wacht even, echt gaan uitkijken? Nou, wat, 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 het valt mij op. Het valt niet me. gaan. Ik vind het onvoorstelbaar dat we eigenlijk er weer intrappen. Dus ik zou zeggen, doe dat nou niet. Uh, laten we eens een keer, een keer wel gewoon de lijn trekken. We gaan er niet ja. naartoe. Maar we hebben het, rust, we het weer in Rusland gezien, een, een... we hebben het nu in Qatar gezien. Telkens opnieuw geven we eigenlijk hiermee een soort uh, legitimiteit. Ja, maar dat deed uw eigen minister, hè? Nou, dit was uh, namens het kabinet is deze minister uh, gestuurd. Ja, de ChristenUnie-minister uh, heeft is... dat ge... Nou, heeft kijk, dat... er is een eenheid van kabinetsbeleid... en ik heb hier uh, uh, over dit, dit verhaal in trouw ook verschillende lezingen gehoord, maar dat kan ik hier niet weer spreken, want ik zit niet in het kabinet, ik zit in de fractie. En de ChristenUnie-fractie is heel helder geweest vanaf het begin en uh, tot, tot op de dag van vandaag. Wij vinden het uh, onmogelijk uh, om een land wat zo duidelijk de mensenrechten schendt, om dat legitimiteit te geven. Ik snap dat er allerlei andere belangen zijn, die kan je zeker gaan wegen. Uh, maar nu opnieuw ben ik daar eigenlijk in bevestigd, ook als we weer zien uh, welke landen steunen Hamas. Dat zijn Iran en dat zijn Qatar. Uh, en dat maakt voor de ChristenUnie dat we op zulke moment ook het kabinet aanspreken, zelfs als daar mensen van de ChristenUnie in zitten. Hmm. Ja, en ja, u hebt dat persoonlijk ook gedaan. U hebt zelf uh, in die tijd een motie ingediend. Um... Om een gokreclameverbod voor elkaar te krijgen rondom het WK. Ja. Uh, u zei persoonlijk, het is een WK gebouwd op moderne slavernij. We zagen net al meer dan 6000 dode arbeidsmigranten. Nou, dan dus die motie van uw hand. Maar als we dan even onderzoeken wat er gebeurt, die motie die werd aangenomen. Mm -hmm. Maar weer door dat kabinet waar de ChristenUnie zelf in zat, gewoon genegeerd. Nou, en dan dat... zien we dat u op de radio. Uh, of dan horen we dat u op de radio. Ik ben nog visueel ingesteld, maar op de radio hebben we u horen zeggen dat u daar. Over ontstemd was. Ja. Maar verder is er eigenlijk niks gebeurd. Nou, kijk, we, als het om dat hele gokken gaat, daar kunt u mij uh, eigenlijk nog steeds uh, vlammen uit. Uh, nou, ik zal, ik zal rustig blijven. Maar ik vind het onvoorstelbaar dat we zien dat de gokkenindustrie het eigenlijk telkens opnieuw gelukt is. Uh, om het toch voor elkaar te krijgen, om zo'n reclame uh, te hebben. Op heel veel punten meer. Ik heb Dus vragen opraag, daar zegt u nou, opnieuw, weet u. ik ben daar woedend over, constateer ik. Maar ja. dan hoor ik dat op het punt van ga naar Qatar. Ik hoor ja. het op het punt van deze motie. Uh, maar het is allemaal wel gebeurd. En waarom bent u, vraag ik me dan af, wel principieel bij die nareizigers, bij dat asiel, maar bijvoorbeeld niet bij moderne slavernij? Nee, maar zo zie je dat het ook altijd een zoektocht is. Ook in een kabinet gaat niet alles naar je zin. Uh, en dat is ook ergens gezond, hè? want wij zijn vijf van de 150 zetels uh, en vijf van de 76 of iets meer hoeveel een coalitie heeft. Dus je hebt dat gesprek. En over een heel aantal dingen weet je van nou, daar, daar kom je samen uit of daar heb je iets verschil van inzicht uh, als het over over drugs gaat dan weet ik zeker dat deze 66 meer wiet experimenten had gewild ook deze periode en ik minder dus je komt daar ergens uit en dat kan je ook gewoon uitspreken in een kamer dat verschil laten zien ja, dus dus u zegt eigenlijk als je macht hebt dan boet je wat in aan moraliteit nee ik zeg je hebt een je je maakt met elkaar afspraken en wat mij betreft verwoord je daar ook ook als je er problemen mee hebt, uh, waar ergens de, de ingewikkeldheid zit, wat je eigenlijk graag zelf anders zou zien. Mm. Uh, nou, dit zijn punten die de ChristenUnie heel graag anders ziet. En die gokreclame, ik kan me daar nog steeds mateloos aan irriteren... dat zoveel jongeren verslaafd raken doordat die reclames maar toegestaan blijven. Ook door, nou, om nog maar een voorbeeld te geven... gokbedrijven waar gewoon uh, staatsdeel, die staatsdeelneming zijn, de toto. Maar goed, we waren even op ja, punt. Nee, maar het punt, moraliteit en macht... Uh, het liefst uh, zou ik ze niet hebben, ze ja. zijn er. De ChristenUnie kan dat niet verbieden. Ik kijk dan wel. Hey, met maar onze dat is het idealen. gevolg van, van het systeem wat we hebben, zegt u? Ja, en dat is ook ergens. Dus het kostbare van het systeem wat we hebben. Wij hebben niet een meerderheidsregering dat één partij alles bepaalt. Ja. Je probeert daar zo goed schipperen. mogelijk uit te komen. Het ja. is altijd zoeken en dat gaat het voor elke partij zijn. Laten we eens kijken wat er intern bij de ChristenUnie gebeurt. Want ook daar wordt gezocht. Ja. En dan heb ik het nu over het spanningsveld tussen de boer. Aan de ene kant in en de natuur, aan de andere kant. En ik las een blog van u afgelopen april. Mm -hmm. En ik citeer één zin. Sinds de ChristenUnie in het kabinet zit, is het roer omgegaan. Als land nemen we de zorg voor de schepping eindelijk echt serieus. Zei u in april. Wij hebben met iemand uit uw achterban gesproken die er toch iets anders naar kijkt. Laten we kijken. Nou, ik kan wel zeggen, dit is het mooiste plekje van Nederland. En specifiek is dit het uh, Koeland Oost. Zo noemen we dat hier. Arend Spijker is gepensioneerd boswachter. Ik ben genetisch besmet met, met een natuurvirus, zeg ik altijd. En dat is helemaal niet eng, dat is hartstikke fijn. Stemt u nog gisteren? Mirjam Bikker die zal goede argumenten aan moeten voeren om mijn stem dit keer te krijgen. Ik twijfel om verschillende dingen. En vooral omdat de afgelopen periodes, zowel Carola Schouten en ook nu Piet Adema, in mijn beleving niet principieel zijn. En zich laten leiden door economie in plaats van door de ecologische belangen, door de, door de schepping, om het dan maar even op de termen van de ChristenUnie eh, te verwoorden. Beste Mirjam, ik wou zo graag dat u eh, ook als fractievoorzitter van de ChristenUnie die duidelijke keuzes durft te maken. Kom op voor onze medeschepselen. Als u daar duidelijk in bent, dan kunt u op mijn. Stem rekenen. Nou heeft u en heeft het kabinet natuurlijk veel gedaan voor het klimaat, ook, ook voor de natuur. Maar ik heb toch een aantal dingen op een rijtje gezet waaruit blijkt dat uh, er ook een andere kant is waar een deel van uw achterban dus moeite mee heeft. Uh, kijk even mee. Ik denk aan Adema, we hoorden het net al, die na één maand zei. nou ik wil niet per se vasthouden aan die stikstofwet in 2030. Hij belooft boeren een overgangsjaar voor mest te uitrijden. Kan allemaal niet, maar doet hij toch. Hem wordt per motie opgedragen Europees tegen het gif glyfosaat te stemmen. U steunt die motie, maar hij negeert hem. En er gebeurt verder niets. Als Europa de garnalenvisserij in Natura 2000-gebieden 2000 wil tegengaan... dan schrijft de ChristenUnie een motie om dat te stoppen. En die motie wordt aangenomen. En als Europa visstanden wil beschermen, dan doet uw partij hetzelfde. Is onder de streep zorg voor de schepping nou leidend... Of zorg voor de boer en de visser? En dan gaat u zeggen: allebei? Nee. Oh, nee. Had ik niet verwacht. Ik ga zeggen: de zorg voor de schepping. Want eerlijk, als ik de visser spreek, ook uit Katwijk. als die naar een vis kijkt, dan is dat voor hem ook de schepping. Dus even daarmee beginnen. Dat is niet alleen maar massaal binnenhalen. en economie en geld en ching ching. Dus daar even eerst het onderscheid. Ik zie heel veel boeren die ook houden. Van hun land daar goed voor willen zorgen. Alleen te lang is inderdaad dat geld leidend geweest uh, en hebben wij ook van de boeren eigenlijk steeds meer gevraagd om uh, keihard te produceren voor een geringe prijs, waardoor die boer niet rond kon komen. Maar te en lang heeft... is dat ook in uw partij leidend geweest. Zegt althans uw achterban. En als ik zo die dingen opnoem, dan denk nou, ik ja. Uh, als uh, we in Natura 2000 gebieden ja. garnalenvisserij willen. En zegt u: ho, ho, dat moet gewoon doorgaan. Nou, kijk, bij ieder van deze vijf dingen kan ik ook wel kort uitleggen waarom de schepping leidt. Daar is. hebben we geen tijd voor. Nee, maar, maar bijvoorbeeld bij die garnalenvisserij. Dit gaat over de Voordelta. Dat is uh, echt wel een, een gebied uh, ter hoogte van Goeree-Overvloekje in het noorden van Zeeland. Waar heel duidelijk aan de garnalenvissers is beloofd. toen de maasvlakte werd aangelegd. Uh, dit is een gebied waar wij compenseren met Natura 2000. Want de maasvlakte was dat eerst. Uh, toch maar even gewoon de techniek, nee, maar ja, laat niet de techniek in uit. duiken. Nee, maar de garnalenvisserij is een visserij. Die maar daarin kort, niet minder ja. bodemberoerend is. Maar dus ik snap, ik snap de zorg. Hier is ook een belofte gedaan aan vissers. En voor mijn partij is beloofd, is beloofd. Als aan deze vissers is beloofd. We maken hier Natura 2000 van. Maar jullie kunnen hier gewoon vangen, want jullie manier van visserij is daarin minder schadelijk of niet schadelijk. Ik weet niet precies hoe dat is afgelopen afgesproken, maar die belofte ligt er. Dan is dat natuurlijk een weging die je maakt. Maar ik ga even terug naar meneer Spijker, want hij stelt natuurlijk wel een hele goede, belangrijke vraag. Ik denk dat het er één is die voor heel Nederland geldt. Te vaak zien we dat we alleen de weging maken, gaat het nu over uh, uh, geld. En zijn gezondheid en veiligheid ondergeschikt? Um, of wegen we dat ook? Of het nou gaat om geen moer met de PFAS of tata Steel. Nou, Ik heb nog uh, wel een voorbeeld. Zo heb ik er Nou, daar ben ik een poosje bezig. Nou ja, um, en daar gaat ik hij het... gelijk in. Precies, precies. Laat ik het dan weer even overnemen met een vervolgvraag. Want als we Europees kijken in het Europees Parlement naar de Natuurherstelwet. dan onthoudt de ChristenUnie zich van stemming. En eigenlijk omdat u tegen wilde stemmen, omdat er te weinig rekening gehouden werd met opnieuw boeren en vissers. En dan kijken we weer naar uw achterban en dan zien we de ChristenUnie jongeren van perspectief. Die een brief schrijven die woedend zijn. Die zeggen: Het is topprioriteit. Of het zou het moeten zijn, want we moeten het verzet tegen het herstellen van de schepping stoppen, zeggen zij. En uw eigen partijprominent Carla Dick Faber ook woedend. Wat op het spel staat is het boek van de natuur, waardoor we de schepper leren kennen. Hoe geloofwaardig is het dan om te zeggen: Het roer is om als eh, niet alleen onze boswachter, maar ook uw eigen jongeren en de partijprominenten zeggen: U bent helemaal niet zo goed voor de schepping. Als ik kijk, ook wat ik in dit verkiezingsprogramma zet, maar ook een heel aantal keuzes die we in de afgelopen tijd hebben gemaakt, dan zie ik juist dat de ChristenUnie op drie dingen inzet. Het eerste is niet alleen opschrijven wat heel gaaf is in, in, aan jaartallen, maar daadwerkelijk doen. Um, nou, Pieter... dat, dat zijn we nu een beetje aan het controleren, ja, nee, maar... hoe het gegaan is. Ja, daar is, daar dus is een heel aantal blij dus dus van. Nou, daar wij, daar voer ik, ook een, ik heb het gesprek gevoerd uh, met meerdere, uh, ook met Carla. Uh, met veel plezier trouwens. Is en de dan de conclusie niet erover... ook gewoon dat het wat dat betreft ook schippiger is? Dat het toch soms moeilijk is om alle belangen te bedienen? En nee, het is soms lastig mee. om én boer en natuur te beschermen. Het is niet belangen bedienen. Daar, daar, daar sta ik dan even tegenover. Het is wel telkens hoe zorg je zo goed mogelijk voor de natuur... Uh, welke uh, afspraken kunnen we maken die daarin helpen? Nou, dan kan ik een heel aantal voorbeelden geven. Bijvoorbeeld dat doen we isoleren. Niet. Dat, ja, dat doen we nou niet. ja, kijk, maar dat is wel andersom, waar we juist die stap uh, zetten. En in dit programma, wat ik heel mooi vind, is dat we naast die omslag van die nieuwe economie ook kijken hoe kunnen we meer genieten van genoeg. Iets wat ons allemaal aangaat. Want wij allebei, wij kopen met hetzelfde gemak, iedere twee jaar een nieuw telefoontje. Als we meer gaan. Hergebruiken, genieten van genoeg, dan betekent dat zoveel in ons consumptiepatroon. En nu wil ik u graag stopzetten, want genieten van genoeg, dat hebt u uit uw hoofd geleerd als een hele mooie slogan. Maar wie daar dat meer over mee wil weten, die kan naar christenunie.nl ja. en daar meer over lezen. De komende tijd blijven we video's van onze lijsttrekkers-interviews plaatsen. Abonneer je om die niet te missen. Het volledige interview met Mirjam Bikker kan je zien op NPO Start en Nieuwser.nl.